Hey, welkom bij een nieuwe Beauty Call. Ik heb vandaag een hele leuke challenge die ik ga doen voor jullie, namelijk de 2-minute challenge. Ik ga proberen om op 2 minuten tijd mijn dagelijkse make-up look te volbrengen. Normaal gezien zou dat moeten lukken, want ik doe dat elke dag heel snel. Ik heb nog nooit getimed, dus ik denk dat 2 minuten wel ambitieus is, maar we gaan het proberen. Geen tijd op te deppen. Het is smeren vandaag. Eén minuut. Veertig seconden. Ik heb mijn brouwen bijna vergeten. Twintig seconden. Klaar! Yes! 2 minuten. Even het resultaat bekijken. Hè. 2 minuten is echt weinig. Ik zou realistisch zijn en zeggen dat het op 5 minuten iets beter kan, want nu is alles zomaar half uitgeblend. Van ver ziet het er misschien oké uit, maar als ik van dichtbij kijk, zie ik toch wel wat foutjes. Maar bon, al bij al ziet dat er niet slecht uit. En het is het bewijs dat je op heel weinig tijd toch wel een fris gelaat kunt creëren. Ik ga je nog 3 tips geven om ervoor te zorgen dat je make-up des te sneller gaat. En dat is nummer 1. Meng je primer en je foundation samen als je de primer gebruikt. Anders is dat helemaal niet nodig. Maar het zorgt wel soms voor iets meer glow. Of als je bijvoorbeeld een matterende primer gebruikt, dan zorgt dat voor een matterend effect doorheen de dag. Maar het is soms wel handiger en sneller om die samen te mengen met je foundation. En tip 2 is dan ook meteen met je handen aanbrengen. Dat gaat echt heel snel. Als je dat gewoon goed uitsmeert met je handen, gaat dat net zo snel als dagcrème smeren. Zeker als je een niet zo heel dekkende foundation gebruikt of een BB-crème bijvoorbeeld. En tip 3 is 1 product voor verschillende dingen gebruiken. Je hebt misschien gezien dat ik mijn bronzer, deze, eerst als bronzer gebruik, maar daarna ook gewoon mijn vinger aanbreng als oogschaduw om mijn ogen een klein beetje meer kleur en een beetje meer vorm te geven. En mijn lipstick heb ik niet alleen als lipstick gebruikt, maar ook als blush. Dat gaat perfect. Je hebt ook omgekeerd blushes die je ook als lipstick kunt gebruiken. Dit is een tip die ik heb gekregen over laatst van Ines, dat is het make-up artist van MAC. En zij zei, een makkelijke manier om zeker te zijn dat je make-up look mooi samenhangt en mooi een geheel vormt, is om 1 product voor meerdere zaken te gebruiken. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat je ogen mooi bij je gelaat passen en je wangen mooi bij je lippen. En op die manier krijg je een mooi geheel. Zo, als je argument is om niet te veel make-up te gebruiken omdat je 's morgens niet veel tijd hebt, dan is bij deze het tegendeel bewezen, want op 2 minuten kun je al heel veel doen. Heel veel succes als jullie zelf deze look gaan uitproberen en ik zie jullie terug in de volgende tutorial. Salut! Flair, flair.